lijkt gelukkig een einde te komen aan de afstudeerroute. Ik ben in studentenstad Utrecht op zoek naar het geluid van de studenten. Wordt de langstudeerboete op de valreep toch nog van tafel geveegd? Daar lijkt het op, maar ik zeg wel expliciet lijkt erbij. Want we weten gewoon niet wat er na 12 september gaat gebeuren. Je ziet partijen heel snel van standpunt veranderen. Nou ja, misschien gaan ze straks wel opnieuw van standpunt veranderen. Ben jij langstudeerder? Ja, bijna. Als ik het dit jaar niet afrond, dan ga ik daar wel in, ja. Ben je langstudeerder? Ja, ik ben een langstudeerder. Dus je hebt een boete aan je broek van 3000 euro. Wat vind je daarvan? Ja, best wel debiel. In sommige gevallen goed. Ik ken heel veel jongens bij mij die doen er ook al 2-3 jaar langer over dan normaal. En die hebben het aan zichzelf te danken door lekker lui zijn en teren op een basisbeurs en meestal wat extra lenen. En nu? Betalen, hè? Hoe ga je dat bekostigen? Lenen waarschijnlijk. Ook ik ben de dupe van de langstudeerboete. Maar ik denk dat ik de perfecte oplossing heb. Kunt u een eurotje missen, alsjeblieft? Waarvoor? Ik moet mijn langstudeerboete betalen van 3000 euro. Het is heel simpel. Doordat je mensen een langstudeerboete oplegt, leg je ze ook een last op dat zij een bepaalde studie al van tevoren moeten kiezen. En sommige mensen kunnen dat niet, al meteen een studie kiezen wat ze willen. Ik weet nog, toen ik studeerde, de eerste 2 jaar waren eigenlijk weggegooid omdat ik een verkeerde studiekeuze had. En ik heb een jaar gehad waar ik gewoon veel andere dingen deed. Ook misschien wel foute dingen en uitgaan en zo. Maar als ik toen een langstudeerboete had gekregen, had ik gewoon veel meer schulden, was ik misschien ook gestopt. Ik ben heel blij dat ik eigenlijk hoop dat het tegen wordt gehouden. Maar wat ik van vind is dat het eigenlijk te laat is. Omdat op dit moment zijn er ook alweer mensen die rekening mee hebben gehouden dat ze die boete zouden moeten gaan betalen. Er zijn ook mensen die hebben gezegd, nou oké, dan maak ik mijn studie niet af. En dan komt het opeens straks dat het niet meer doorgaat. Dus het is gewoon al die onzekerheid, daar word je als student gewoon helemaal gek van. En ik snap die drijf van de CDA niet helemaal, want zij waren degene die echt een sterke voorstander waren. En nu zijn ze ineens tegen. Weet je daar meer over? Nou ja, verkiezingen. Heel veel dingen die je de komende weken gaat zien, zullen te maken hebben met stemmen zoeken, stemmen aan je proberen te binden. Dit is denk ik ook gewoon electoraal een zet van ze geweest, waarvan ze dachten, hey, misschien gaan studenten nu op het CDA stemmen. Alsjeblieft, het is niet veel, maar het is wat. Ja, inderdaad. Langstudeerboete. Ja, daar heb ik ook last van. Heb je er ook last van? Ja. Hey, die hebben we nodig! Hoe ga je dat bekostigen? Hopelijk met mijn ouders deels schuld ontlenen en alles en later terugbetalen. Maar voor de rest gewoon lenen van mensen die ik ken en hopen dat ik dan genoeg bij elkaar sprokkel. Oké, ik hoop ook dat ik genoeg bij elkaar sprokkel. Dus als je me een euro geeft, look what I got, 7 euro in half uur tijd. Dus ik hoef nog maar 2.993 euro.